This is a mistake. Don't be a fool. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video van Red Dead Redemption 2. Vandaag gaan wij verder met missies, want we zijn de afgelopen afleveringen niet echt missies gaan doen. Ik was een beetje druk hier en daar met dingen, maar wij zijn nu goed voorbereid en we gaan eindelijk weer een missie doen. Dus ja, ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Ik heb alle missie uitgekozen. Het is nog even een verrassing welke we gaan doen. Ik heb geen idee. Ik heb mijn Google Assistant laten kiezen. Want ik kan zelf geen keuzes maken. Maar kijk ons nou cool zijn met onze coole jas. En onze diamantjeszadel. Heel erg fancy. We gaan proberen een goede reputatie te krijgen. How you doing, friend? I have to say, life is pretty good. Glad to hear. Ah. Hier, kijk. Je reputatie gaat omhoog, gewoon simpelweg door het begroeten van mensen. Dus we gaan proberen dat een beetje op te pakken. Hey, mister. Get lost. Nou. Niet zo gemeen. Ik ben jullie alleen maar heel lief aan het begroeten. Arthur heeft echt een liefde voor paarden. Gaan wij dit grote vraagteken bekijken of gaan wij een missie doen? Ik denk dat we prima... Oh, sorry. Dat was niet mijn bedoeling. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Je loopt ook wel een beetje in het pad waar de paarden neergezet worden. Dat is op zich ook niet zo heel erg handig, if you ask me. Ach ja. Misschien ligt dat aan ons. We gaan een likkerbar in. Oh, onze reputatie ging een stukje omhoog. Oké. Laten we kijken wat hier binnen te beleven valt. This is Jim Boy Calloway. The Jim Boy Calloway. Who? The gunslinger. Fastest left-handed draw that ever drew breath. He once killed 14 men in a fight at Lucy Howe. Okay. What are you waiting for? How do you mean? Well, I reckon right now, kill him yourself. I don't want to kill him. I want to deify him. He's a god. I'm trying to write his biography. And how's that going? I think I prefer the duel. Either I'd kill him and be able to be Baltimore's finest ever gunslinger, or he'd kill me, and I could be set free from ever having to speak to him again. Well, you're starting to understand something very important. What's that? The joys of gunslinging. It's win-win, freedom or glory. That's brilliant. I'm gonna write that down, if I may. Be my guest. What's your name? I don't have a name. But you are a gunslinger. Not really. I mean, folks who need shooting, I try and shoot in the back. All that other stuff, it's, well, bunk. But you fought duels. Once upon a time, I may have. And you ain't interested in fame? I don't think so. Strange. But you like fortune. I need money, sure. Okay. Then forgive me, mister, if I seem a little desperate. I am a little desperate. This book, I've got to make a thing of it, and, well... There's a whole list of gunfighters, legends, every last one. Emmett Granger, Flacco Hernandez, Billy Midnight, Black Bell. Never heard of them. Maybe you can go and speak to them. Ask them about Calloway. Any of them get uppity, shoot them. I can't believe I just said that, but... You want me to go and find some... sad, deluded fools like him. Ask if he was the greatest, and then if they get uppity, shoot him. Does sound a lot worse than it did in my head. How much you paying? Well, a lot. Half the proceeds of the book, if you help me get it written. I'll see what I can do. Ha! Oh, get photos. Okay. And there are notes on the back of those portraits that should lead you to him. I'll see what I can find out. I imagine we'll be stuck here upon your return. Here or some other flop house. Okay. Even kijken. Ik gok dan dat... Even kijken hoor. Zou dit dan die persoon zijn? Stond die waypoint van die persoon net ook al of niet? Ik heb letterlijk geen idee namelijk. Laten we gewoon eventjes lopend gaan. Maybe this is our man. You a bounty hunter, mister? Maybe. It depends. Well, I'm guessing you ain't here to pass the day, turn yourself in, or discuss the finer points of county law. Then I don't need to know much more than that. Till I got a reason to. All right. You smell that? This here's a livestock town, mister. Tracks delinquents and reprobates like flies. Now, I'm not a fellow to pass a quick judgment, but I've been around long enough to know you don't hire a saint to catch a sinner. You bring me what I need, and I'll pay you well, and I won't ask no questions. So, what is it you need? Why don't you have a look at that poster on the wall over there? He's a low-down huckster. He's been poisoning folks with his miracle cure from here to Ansburg. Killed more than Landon Ricketts without even pulling the trigger. Gets some kind of sick satisfaction out of it. Filler over at the saloon says he thought he saw him by the gorge straight north of here. You think you can bring him in? The money's good. I need him alive, though. I want to make sure the women he witted get compensated before he swings. I'll see what I can do. Well, good luck to you. And we need him alive. That's an important point. Alive, I got it. Oké, zullen we dat doen? Ergens hier is hij. We moeten hem hier naartoe brengen, levend. En we moeten hem vinden. Misschien moeten we even naar de poster kijken trouwens. Ik heb geen idee hoe die eruit ziet. Ik heb ook geen idee of ik het ga onthouden. Ik heb geen idee. Ik neem aan dat de waypoint wel... Oh, sorry. Kom. There you go. Let's go. Het zou wel cool zijn als we dat kunnen... Oh, we hebben hier gewoon een waypoint van de missie zelf. Oké, dan kan onze marker even weg. Die liep ook wel een beetje raar. Laten we dan onze lasso bij de hand houden. Dan kunnen we kijken of we hem gewoon kunnen lassoen, vastbinden, op ons paard meenemen en terugbrengen. Ik denk dat dat de meest logische step is. We moeten hem wel eerst vinden natuurlijk. Dat is ook nog de vraag. Oh, dat is niet de knop die ik wil indrukken. Ik wil hem gewoon weer... Ja, zo. Oké, hier kunnen we wel een beetje... Bloep. Oeh, het ziet er hier heel gaaf uit. Ik vraag me dus af, hè. Is, zeg maar... Oh. Is, zeg maar, al dit... oh, de stroming. Dat is misschien niet zo handig. Is dit, zeg maar, allemaal gebaseerd op een... op het echte leven, zeg maar? Is dat de person? I don't know. Hoe weet ik wanneer de persoon is? Ja, oh. Hij is daar boven. Oké. Stiekem vind ik het wel een klein beetje spannend. Oh. Dit was niet zo heel slim. Oké, we did it. Misschien kunnen we proberen het stealthy te doen. Ik weet niet in hoeverre hij, zeg maar, deze kant op kijkt of wat dan ook. We kunnen niet echt iets zien op deze manier. We moeten iets dichterbij zien te komen. Oké. Rustig. Ik zie er op zijn minst een paard. Oké, ik kan het niet zien door de verrekijker. Hij lijkt daar gewoon te zitten. Volgens mij is dat hem. Oké, ja, dat is duidelijk onze guy. Dat was niet zo slim. Oké, vanaf het moment dat we hem kunnen pakken, pakken we hem. Oh, we have to confront him first. We moeten hem eerst confronteren. Oh, sir? Huh. Kind of look like him. And I was told he'd be up here. No, not me, sir. It's because I want to buy some medicine. And I heard good things. I'll pay in gold if you could help me find him. It's just, my mother's real sick. Oh, well, if that's the case, for a sick woman, I'd be happy to help. I'm a healer, you know, a medical man. Finest medicine in the state. Game's over, mister. Put your hands up. Taking you in. Taking me in? What for? Apparently that stuff you're pushing is killing folk. There's a price on your head. I don't know. It ain't my business. Come on, partner. That's crap. I'm a healer. I got an aura. I speak to spirits. I'm a scientist. Folks get real angry for no good reason. This... Je moet hem wel levend houden, Arthur. Keep your hands up, buddy. They only want you for questioning. I have to insist that this is a mistake. Don't be a fool. No. Hold on. I'm slipping. Shit. We moeten naar mijn leven hebben. Oh. Pop. Lift. Serieus? Are you kidding me? Oké, volgens mij hoort het bij de missie. Ik denk dat dit bij de missie hoort, mensen. Waar is hij? Waar is die? Is die al verder? Volgens mij wel. Oh. Blijf sturen. Oké, dit wou ik vanaf het begin al doen. Oh. Eerst even looten. just in case. This is very kind of you. Oké, kom maar. We nemen zijn paard ook gelijk mee, because why not? Oké, let's go home. Oh, daar is ons paard. Die kan ook gelijk mee. Oh, let vooral niet op mij. Hij stelt er wel een beetje van, I don't know about this, maar volgens mij gaat hij ons niet tegenhouden of zo. To turn a bounty carrying into the sheriff's station, drop him into an empty jail cell. Oké. Oh, dat was niet mijn bedoeling. Nee. No problems. Oké. Ze blijft steeds hetzelfde zeggen. Kom maar. Oké, we hebben hem. Hallo, kijk eens wie wij hebben. Oké, sure. Jij mag deze zo. Niet? Oké, dan mag je deze zo. Oké, dat is fijn toe. Oeh. Dat is wel nice. Wat ik met dit paard ga doen, geen idee. Voor nu zet ik hem even in de stal, denk ik. Oh. Relax, relax. Oh. Hij is zelfs €6 waard. Ik denk als je de bonding hoger krijgt en dus de stats hoog, hij dan misschien meer waard wordt. Dus voor nu gaat hij even in de stal. Oh, mijn stal staat al vol. Ik heb die Shire ook nog in een stal zitten. En het paard wat ik heb gekocht. Oké, cool. Cool, cool, cool. Hier ga ik het bij laten voor deze keer. Vond je deze video nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Laat een leuke comment achter. Wil je meer zien? Abonneer op mijn kanaal. En hopelijk tot de volgende keer. Doeg!